Van Rijn is 0-0 vandaag tegen de koploper. Gemengde gevoelens toch, want ja, jullie scoren moeilijk, hè? Ja, we hebben de laatste weken zijn we niet heel doeltreffend, nee. Maar ja, op zich hebben we vandaag, vind ik, goed spel getoond. En eindelijk een keer voor elkaar gewerkt, wat de laatste weken toch al een beetje ontbrak. En vond ik vandaag op zich wel goed gaan. Ja, wat dat betreft creëerden jullie ze nu dan ook wel kans? Ja, klopt. Nou, ik dan eentje in de eerste helft en nou, ze waren nog wel heel veel kansen. Maar ja, op een gegeven moment, uiteindelijk gaan ze er toch niet in, helaas. Maar ja, wat dat betreft had je hier gewoon kunnen winnen, inderdaad. Guido Hoogtekade staat er vandaag in de basis. Ja, die kan mensen vrijzetten. Ja, klopt. Guido is heel balvast en ja, je kunt hem eigenlijk altijd inspelen. En ja, zijn paas zijn eigenlijk meestal komt 100% aan. Dus dat is wel lekker. Ja, wat dat betreft kun je als jongeling denk ik ook wel veel van hem leren. En wat dat betreft ben jij misschien ook wel een beetje hetzelfde type speler, hè? Ja, nou, hetzelfde type speler weet ik niet, maar... Nou, wel die, je hebt wel die goede paas in huis. Ja, klopt. Maar ja, wat dat betreft dat leren van hem, dat inderdaad hij elke training geeft hij wel heel veel tips aan je en zo. En het is ook wel een keer lekker als je een keer een goede bal geeft, dat laat hij ook altijd wel merken en zo. Is wel lekker. Jullie gaven ook weinig weg vandaag en dat is ook wel eens even weer prettig. Ja, klopt. Ja, we hebben, ja, het is al een tijdje geleden dat we de nul hebben gehouden. En nou, voor mij stond het vandaag goed achterin. Ik denk misschien twee kansen dat we hebben gehad en er waren niet eens leven schoten kansen. Met name dat laatste kwartier. Toen werden ze iets gevaarlijker. En dan hinken jullie denk ik ook wel een beetje weer op twee gedachten van, ook zal ons dat niet weer gebeuren. Ja, klopt. Maar ik denk dat ook wel een beetje... Ja, ik was eigenlijk de laatste kwartier wel redelijk kapot. Alleen, we hebben als team dat goed opgelost, vind ik. Maar inderdaad, je blijft wel een beetje achterhang. Je houdt wel een beetje dat gevoel achter van, je moet ook weer niet die goal tegen krijgen. Zoals de laatste weken. En ja, nou, vandaag eindelijk een keer gelukt. Alleen jammer dat je dan dezelfde goal niet maakt. Goed, dan is het in ieder geval zaak om in ieder geval dat puntje te pakken. En wat dat betreft is het denk ik wel even weer goed voor vertrouwen. Dat geeft ons denk ik wel vertrouwen, ja. Want goed spel laten zien vind ik. Ik weet niet of iedereen er zo over denkt, maar... Ja, ik denk volgende week dat wij Lutten ook weer heel moeilijk gaan maken. Ja, want in deze fase inderdaad kun je inderdaad nu ook even zeggen... Ja, goed spel is even het belangrijkste. Want ja, die eerste plek is toch weg al. Dus dan is inderdaad eerst maar werk aan het zelfvertrouwen. Ja, precies, ja. Ja, volgende week Lutten inderdaad. Ja, op zich wel weer leuke wedstrijden natuurlijk. En ook wel ploegen waar je tegen kunt voetballen. Ja, ik denk dat Lutten, ik weet niet hoe ze spelen, maar ze staan wel hoog. Dus ik denk niet dat die vol in gaan zakken, dat je weer het spel moet maken en dan weer moet waken voor die counter. Dus ik denk dat wij volgende week wel weer een mooie wedstrijd hebben. Puntje, tevreden over het spel. Dus lekker een week trainen en dan er weer tegenaan. Klopt, en volgende week 3 punten.